Het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, komt na een reeks onderhandelingen met justitieminister Kenneth Amoksi in aanmerking voor verhoogde toelagen en een betere SZF-verzekering. Bondsvoorzitter Max Breinburg zegt aan onze nieuwsdienst dat de bond al enige tijd vecht voor een wensend pakket voor haar personeel. Als voorzitter is Breinburg tevreden met de instelling van de minister, omdat hij betrokkenheid toont en moeite maakt om zaken toch gedaan te krijgen in deze moeilijke periode. Er wordt ook hard gewerkt aan de uitbreiding van het personeelsbestand. Men is nu bezig met een lichting van 170 man. Ze zijn echt aan het afronden. Zo gauw die mensen binnen zijn, dan zal er wel gestart worden, ja, met een nieuwe lichting. Alleen om dus het korps uit te breiden, net zoals meneer Blijt zei, ik kan dat ook onderstrepen. Ik zit in dus de VAT-organisatie, dus ik help ook mee met de reorganisatie van een KPA. En het is zo, dus dat we echt gaan uitgroeien, we gaan uitbouwen onze organisatie. Waar we nu bijvoorbeeld rond de 700 man tellen, moeten we dus uitbouwen naar zeker 1500 man. Breinburg benadrukt dat er ook gewerkt moet worden aan nieuwe kleding voor de leden van het korps.